Welkom bij een nieuwe aflevering van Sarang Tori. In deze aflevering praten we met mevrouw Angelita Graanoost. Steeds meer mensen kiezen ervoor om Suriname te verlaten in de hoop dat zij dus een betere leven kunnen krijgen in het buitenland. Toch zijn er ook burgers die geloven in de kracht en mogelijkheden van ons land. Mevrouw Graanoost, een toegewijde verpleegkundige, heeft een positieve kijk op de toekomst van Suriname. In het interview deelt hij haar inzichten over waarom het belangrijk is om in Suriname te blijven en hoe hoop en veerkracht kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Mevrouw Graanoost, welkom in het programma. Goedemiddag, mevrouw. Kunt u ons vertellen over uzelf en uw werk als verpleegkundige in Suriname? Ik ben verpleegkundige in Slans Hospitaal geweest. Ik heb 39,5 jaar heb ik gediend. De meeste tijden heb ik, jaren heb ik op de couveuse gewerkt. En ja, dat is leuk. Maar ja, een keertje moet het ophouden. Dus ik zit lekker thuis. Je bent al met pensioen? Met pensioen, ja. Ja. En ik zeg altijd, ik wil niet terug, maar als ik wedergeboren word, wil ik weer in de verpleging. Het was zo spannend, zo leuk. Dus ik zou graag weer erin willen. Wat denkt u over de grote groep mensen die ervoor kiest om naar het buitenland te vertrekken? Dus heel jammer. En dit maak ik de tweede keer mee. Oké, ik werk nu niet. Maar dat je het moet, ja, je ziet het zo. Het is heel jammer, want in 1985 hebben we het ook gehad dat ieder weg trok. Ieder ging weg. Dus de verpleging. Mijn collega's gingen weg. En dat gevoel dat je kreeg, hè, ik kreeg ook het gevoel om weg te gaan. Maar later dacht ik, nee, het moet goed komen, toch? En ja, inderdaad, het was goed gekomen. 10 jaren, dus na 85, 10 jaren ging het heel goed in Suriname. Wij zijn degene die gebleven zijn, die hebben wat gemaakt van de verpleging. Het was heel leuk, prettig werken. En we konden veel doen, toch? Je geld had waarde, het was waardevast. Je kon plannen. Als ik u zeg, mevrouw, dat ik 2 auto's heb afbetaald in 1 jaar, dan hoef ik u niets meer te zeggen. Er was stabiliteit. Er was stabiliteit. En na die 10 jaren, wij Surinamers vergeten. In 2010, dan laten we het gaan. En dan kiezen we voor iets dat helemaal niet voordelig was voor Suriname. Van 2010 naar 2005, daar voelden we het nog niet, toch? Maar Suriname ging al achteruit, toch? En van 15 naar 20, toen was het helemaal fout. Nou, en nu, 2020, dachten we zeg van, hé, we kregen een regering die ons zoveel beloofd heeft. En dat het goed zou worden. Maar dat is het geval niet. En druppelsgewijs zien we die mensen weggaan. Die mensen willen niet weg. Ze willen gewoon niet weg. Maar men jaagt het land uit. Want het kan niet zijn dat je hebt gestudeerd. En je werkt ergens. En andere mensen die helemaal niet gestudeerd zijn, of met zijn vriendjes zijn, dan komen ze aan bod. En die mensen gaan hoger dan jou staan. Of dat, ja. Omdat je niet, je bemoeit je niet met politiek. Dus jij wordt aan een kant gedrukt. En de anderen, die worden naar voren geschoven. Nee, dat kan niet. Toch? Ik vind het heel jammer dat de verpleging, dat die mensen wegtrekken. Ik vind het heel jammer. Ik heb in het ziekenhuis gelegen, helaas. En ik heb het gezien. Het is triest.
het is triest. Het is triest dat verpleegkundigen plus weggaan en ze gaan werken als in een zorg. Ze gaan in een verzorgingstehuis werken of in een bejaardentehuis. Terwijl ze plus zijn goede krachten hier. Kijk, overal hebben we. Overal ga je moeten hosselen om aan geld te komen, toch? Maar het moet niet zijn dat je gefrustreerd raakt in jouw eigen land. Want je moet 2 en 3 baantjes moet je doen om uit te komen, toch? Het kan niet. De zorg. Zorg gaat achteruit. Onderwijs, je kinderen. Als je kinderen hebt, toch? En ze moeten naar school, zit je het gewoon te kijken. Zeg van, mijn god, mijn kinderen. Hoe verder met ze? Je wilt ze toch iets beter geven? Je wilt dat ze verder gaan, toch? Maar dat is het geval niet, toch? Ze bereiken iets in de maatschappij en ze kunnen toch niet aan een baan komen. En dat is heel jammer. Heel jammer, toch? Dus ik hoop echt dat met onze oil en gas, hoop ik echt dat het beter wordt. En dat de komende regering, degene die nu, die straks aan het bewind zullen komen, dat ze er wat van maken, want het is onze laatste kans. Het is echt onze laatste kans, want als we boeven krijgen om Suriname te regeren, zijn we verloren. We zijn verloren. Het zou heel jammer zijn. Toch? Ik hoop dat die mensen terugkomen. Ik hoop echt, als Suriname begint te bloeien, dat ze terugkomen. Echt waar. Onze verpleegkundigen, onze goede verpleegkundigen. De mensen die in Nederland, die mensen maken echt gretig gebruik van ons. Want we zijn, wij Surinamers, niet dat we zijn niet lui. Men denkt dat we lui zijn, we zijn niet lui. Maar we zijn hardwerkende mensen. Toch? Vroeger het onderwijs, als we weggingen, stonden we altijd hoog. Nu niet meer. Nu niet meer. Toch? Dat is heel jammer. Waarom vindt u dat het belangrijk is dat mensen in Suriname blijven in plaats van dat ze vertrekken? Ja, als we ieder weggaan, mevrouw, wat komt er van dit land terecht? We kunnen niet allemaal weggaan. Mensen moeten toch wel blijven, toch? Als je kader weggaat, wat denk je dat er gaat gebeuren? Wie gaat de anderen onderwijzen? Zonder onderwijs. Gezondheid kan niet zonder onderwijs. Onderwijs kan niet zonder gezondheid. Toch? Als je ziek bent, ga je geen onderwijs kunnen geven. En omgekeerd ook. Toch? Dus daarom moet ons kader moet achterblijven om onderwijs te bieden. Zodat wij hoger op kunnen komen. Toch? Economisch gaan we ook achteruit. Dus de mensen moeten toch wel blijven. We moeten een beetje geduld hebben. Het komt goed. Het gaat zeker goed komen als het na 85 goed gekomen is. We moeten gewoon positief beleiden. Het gaat zeker goed komen. Het gaat zeker goed komen. Maar we moeten nou bewust gaan kiezen. Toch? We moeten nou niet gaan kiezen zeg van Emi, loma man dat hij. Of die man danst goed. Of die man praat goed. We moeten luisteren naar hun verkiezingsprogramma. Toch? Wat ze van plan zijn te doen. Toch? En het is 1 keer dat wij kunnen beslissen. Toch? 1 keer. Om te beslissen wie we daar zetten. Toch? Echt. We moeten niet kijken zeg van hey, deze Milobe Fessi. Toch? Is een jaja vrouw of het is een jaja man. Of hij doet net een Django of zo. Nee. We moeten gewoon gaan kiezen voor normale mensen. Toch? Voor die mensen moeten we gaan kiezen. Dus ik zeg van Surinamers, niet weggaan. Blijf voor jullie een beetje geduld. Het komt goed. Het komt zeker goed. Maar we moeten niet vergeten. We moeten niet vergeten. Als wij weggaan, wat wij achterlaten. Als we weggaan, je weet niet wat je daar tegemoet zal
zien of krijgen of overkomen. Je weet het niet, toch? We moeten ons land een kans geven, toch? Het is de laatste kans dat we ze moeten geven. Maar we moeten mensen gaan kiezen die van Suriname houden, toch? Van die mensen moeten we gaan kiezen. We moeten niet gaan kiezen van mensen die niet van Suriname houden, toch? Want allemaal hebben een heel mooi programma. Allemaal houden van, willen. Ze gaan dit doen, ze gaan dat doen, toch? Maar we moeten echt gaan kiezen van iemand die echt van Suriname houdt. Laat eens kijken bijvoorbeeld meneer Venetiaan, die hield van Suriname. Hij hield van zijn kinderen. Ik zag hem echt niet zo 1, 2, 3 weggaan zoals meneer Santoki weggaat. Toch? Hij hield van zijn kinderen. Wij waren zijn kinderen, wij Surinamers. Hij was een president van een ieder. Toch? En daarom zal ik hem nooit vergeten, want meneer Venetiaan heeft ons echt, heeft stabiliteit gebracht in Suriname. En het is jammer dat het er niet gegaan is, omdat we vergeten zijn. Woe. Wat hij allemaal gedaan heeft, hij heeft mooi gespaard voor ons om wat te bereiken. Dus hij wilde dat zijn kinderen iets bereikten. En daarom heeft hij ervoor gezorgd. Maar men wilde hem geen een derde kans geven. En daarom is het zo afgelopen met ons. Denk je dat er verkeerde verwachtingen zijn over het leven in het buitenland? Nou, verkeerde verwachtingen, dat zou ik niet zeggen. Ieder gaat voor het beste. En het is heel jammer dat de meeste mensen, vooral als ze naar Nederland gaan, dat ze hun kinderen moeten achterlaten. Vooral de verpleging. Ze moeten hun kinderen achterlaten. En weet je wat dat betekent om je kinderen? Je man, je kinderen, achter aan je huis, alles. Laat het gewoon achter. Het is verschrikkelijk. Dus die mensen zijn soms met gemengde gevoelens, zijn ze daar. Ze denken ook aan hun kinderen. Toch? Ze denken echt aan wat ze hebben achtergelaten. Dus ik denk wel dat ze met bepaalde dingen zitten. En hoeveel ga je verdienen daar? Toch? Als je 24 euro of 3000 euro verdient en je moet ook nog een huis betalen van 8800 euro en die kosten erbij. En je moet ook geld naar Suriname sturen. Wat blijft over? En je moet ook leven. Toch? Dus ik denk wel dat die mensen ook dat ze ook zorgen hebben daar. Dat denk ik ook. Ja. Welke verbeteringen zouden volgens u in de gezondheidszorg kunnen helpen om meer hoop te bieden aan mensen? Betere waardering. Want ondanks die mensen zo hard werken, wat voor waardering krijgen ze? Ze worden niet gewaardeerd. Men probeert op elke manier, ze zoeken gewoon dingen om jou soms ook kapot te maken. Ja. Dus een betere waardering. Je hoeft die mensen echt niet te betalen zoals ze in Nederland verdienen. Maar geef ze een betere waardering. Laat ze voelen, zeg, hé, ik ga aan het werk. En ik kan wat met mijn geld doen. Ik kan iets betekenen voor mijn kinderen. Het moet niet zijn, zeg, van dat kind gaat naar school en komt naar huis en eet en drinkt. Maar je kan dat kind niet op een sport zetten. Je kan dat kind niet geven wat het kind wil. Het is gewoon maar één, nou ja, niet wil, toch? Wat je kind wil bieden, toch? Als je thuis komt, wil je rusten, wil je een beetje gezellig met je kind zijn. Het moet niet zijn dat je komt van het werk en dan poeps moet je naar een andere baan. Dat kan niet. Je kan niet 3 en 3, 4 en 3 en 4 baantjes hebben. De meeste vrouwen die dat doen, zijn alleenstaande vrouwen, toch? En al hebben ze een man, moeten ze eruit, toch? Ik heb het ook in 85 heb ik het meegemaakt dat ik collega's had die van Slans Hospitaal naar Sint-Vincentius gingen. Of ze gingen naar AZ. Ze deden de dagdienst in Slans en dan gingen ze de middagdienst, gingen ze naar RKZ. Of ze gingen naar AZ. Dus dat was er ook. Maar later was het helemaal genormaliseerd. Wat zou u zeggen tegen mensen die twijfelen als ze hier moeten blijven of als ze
willen vertrekken. Dus het is een beetje moeilijk om ze te zeggen om hier te blijven. Ze voelen het dus in hun zak. Ja? Ze voelen het dus in hun zak. Dus het is heel moeilijk. Ik kan alleen maar zeggen een beetje geduld en positief beleven. Het komt goed. Het komt goed met Suriname. Maar we moeten de juiste mensen daar zetten. De juiste mensen. Ga niet stemmen omdat je die man leuk vindt. Of dat je je bent een stadskreool. Of je bent een Maron. Of je bent een Hindustan. Of je bent een Javaan. Je moet de juiste persoon daar zetten. De juiste persoon. Iemand die je denkt die wat voor jou kan betekenen. Hoe kunnen we als gemeenschap samenwerken om Suriname tot een beter land te maken? We moeten gaan bundelen. We moeten gaan bundelen. En we moeten ook wel zeggen van, als we het niet goed vinden, dan komen we bij jou. Je doet iets niet goed. Dan komen we allemaal, we bundelen en we komen en we zeggen, well, je had ons dat en dat beloofd en we hebben je daar gezet. Kom voor ons te werken. En als je het niet doet, dan moet je de laan op gaan, toch? Want je kan het niet, toch? We moeten gaan bundelen. Het maakt niet uit, de mensen die daar zitten, de politieke partijen in de assemblee, ze moeten nu één woord gaan spreken. Het kan niet zijn omdat je VAP bent en je ziet dat de VAP verkeerd bezig is, maar omdat het jouw partij is, nou, dan ga je het gewoon behandelen met een mantel der liefde. Nee, dat gaat niet, toch? Ze moeten gaan bundelen in de assemblee. Als het niet goed is, moeten ze de wetten niet goedkeuren, toch? Je moet niet zeggen van ja, het is jouw partij, dus je gaat. Nee. De wetten mogen niet goedgekeurd worden. Ze moeten gaan bundelen, ze moeten één woord praten. Welke boodschap wilt u geven of meegeven aan jongeren over de toekomst van Suriname? De jongeren, ze moeten bewust gaan kiezen. Toch? Ze zijn jong, zij gaan later. De jeugd is de toekomst van morgen. Toch? Zij gaan later moeten overnemen. Toch? En daarom moeten ze vechten voor hun rechten. Ze moeten naar school gaan, ze moeten studeren. Toch? Om wat in de maatschappij te worden. Loop niet achter anderen. Loop niet achter anderen. Probeer je eigen ding te doen. Het komt je alleen maar goed. Probeer je ding zelf. Loop niet achter die ene doet dat. Die ene probeert makkelijk aan geld te komen, snel, snel. Dus je gaat dat doen. Gaat iets bereiken in je leven om te bereiken, om die hoogte te bereiken die jij wil. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranang Tori. Snel, scherp, altijd bij de tijd. Thank you.